Over dit stuk grond, waar nu maïs op staat, gaat het. Zo'n 11.000 vierkante meter recreatiegrond die naast de sporthal te koop staat. Een opportuniteit, vindt burgemeester Van Hulle, die binnen de meerderheid van het gemeentebestuur een akkoord vond om een stuk grond aan te kopen. Vraagprijs 1,2 miljoen euro. Maar dat is volgens de oppositie veel te duur. En zoals het is voorgeschreven, moet er bij protest een schatter worden aangesteld. Die schatten de recreatiegrond op 375.000 euro. Een vierde van de vraagprijs. Vandaar de beslissing van de gouverneur. Hier achter ons ligt de sporthal van Maldegem en het voetbalveld. Dat heeft een hele grote oppervlakte. Het is het laatste 11.000 vierkante meter die je in het centrum van Maldegem nog als recreatiegrond kunt kopen. Het ligt naast het huidige sportveld. Ja? En ik vind dat ik als goede huisvader, als boer moet redeneren. Als je de kans krijgt, ja, van grond te kopen naast je erf, ja, dan koopt je dat voor de volgende generatie, zoals een boer dat doet. En de prijs is belangrijk, maar de prijs is marktconform. Die prijs is niet te duur. Het is zo dat de eigenaar natuurlijk vrij is om zijn prijs te bepalen, maar het is nog altijd aan een burgemeester die volgens ons het publieke belang moet verdedigen, namelijk ook in deze decenten van de Maldegemnaars, om daar respect voor te hebben. En je kan een beetje afwijken van een vraagprijs, je kan daar 10-20% boven gaan, maar 300% lijkt ons echt compleet overdreven. En blijkbaar zijn we niet alleen die er zo over denkt, want de gouverneur is ons daarin toch wel gevolgd. De reden van het prijsverschil is de toestand van de grond. Die is volgens de schatter waterziek. Die grond, die 11.000 vierkante meter, een deel daarvan is waterziek. Ja. Wij hebben dit laten analyseren. En waterziek tussen aanhalingstekens is geen probleem voor sportvelden. Is ook geen probleem voor een zwembad. Ja. Dus die definitie van waterziek die prijs zo naar beneden haalt, die geldt niet voor ons. En zo staan meerderheid en oppositie lijnrecht tegenover elkaar. Nochtans had het huidige bestuur al een bestemming voor het stuk grond. Er zou op termijn een nieuw zwembad kunnen komen. Maar de oppositie vraagt om eerst te luisteren bij de sportclubs waar de nood het hoogst is. Volgens burgemeester Van Hulle is het niet aankopen van de grond een gemiste kans om de sportterreinen in Maldegem uit te breiden. Ik denk dat er absoluut nog mogelijkheden zijn. Er kan perfect particulier iemand die gronden aankopen en daar bepaalde zaken gaan ontwikkelen. De gronden zijn ingekleurd als zone voor dagrecreatie. Wat betekent dat er eigenlijk altijd sportontwikkelingsmogelijkheden zijn. Maar het zal niet de gemeente zijn die ze dan realiseert. Het zal een particuliere aanbieder moeten zijn. Volgens de burgemeester zijn er al kandidaten. Intussen. Sinds dat nieuws bekend is, hebben er mij al 3 private eigenaars gebeld om te vragen van, ja, toon mij een keer het dossier, want ik kan daarvoor geïnteresseerd zijn. Nu, dat gaat waarschijnlijk de verkoper beslist aan wie dat tijd verkoopt. En dan is het hopen op een goede samenwerking met de gemeente, zodat alle Maldegemnaren aan democratische prijzen de sportinfrastructuur kunnen gebruiken. Feit is wel dat dit dossier de burgemeester hoog zit. Ik ben een ondernemer. Ik doe dat nu 2,5 jaar. Ik ben terechtgekomen in een wereld van regelgeving, van regeltjes. En ik ben ook terechtgekomen in een wereld van politieke huichelarij. En dat zijn twee zaken waar ik eigenlijk niet mee kan omgaan. Ja? Maar ik word er wel mee geconfronteerd. Vandaar dat ik hier zo geagiteerd tegen u sta te praten. Maar je mag dat ook uitzenden. Ik heb daar geen probleem mee. Ik ga als persoon niet veranderen. Wij zijn ondernemers, wij willen door.